groot feest in Bree, want basisschool Don Bosco in Gerdingen heeft als eerste Limburgse school een derde groene mosvlag behaald. Deze vlag krijg je als je milieuzorg op school hoog in het vaandel draagt. En de vlag is de kers op de taart. Je werkt niet eigenlijk voor de vlag, maar uiteindelijk als je ze krijgt, dan is het teken van ja, je hebt het behaald. Want uiteindelijk wordt alles beoordeeld door een jury. En als die jury jouw project waardevol vindt, dan is het de kers op de taart. Meester Erik, voor al die slapeloze nachten, dankzij Mos. Dank u. Al meer dan 10 jaar werken ze op Don Bosco aan milieuzorg. Wij hebben nu toiletten met waterspoeling van regenwater, drukknopjes voor de wastafels in de toiletten en een milieuvriendelijke speelplaats die ook een educatieve waarde heeft voor de kleuters. Voor de school is het belangrijk dat ze samen met de leerlingen nadenken over een beter milieu. Daarom richten ze de Mosraad op. Dat is een raad en daar komen wij met ideeën samen of projecten. Iedere groep heeft zo aanspreekpunten. Zijn leerkrachten en die mogen dan aan hun vragen wat ze willen weten. Vrije Basisschool Don Bosco zou graag in de toekomst een vierde vlag willen behalen. Wij willen nog meer milieuwinst boeken door de speelplaats nog mooier te maken, nog meer groen en waar we kunnen nog meer toiletten aansluiten op ons regenwater.